Hallo Peter, leuk dat jij er weer bij bent. Ik vind het ook wel leuk. Ik heb mijn twee kinderen meegenomen. Dit zijn namelijk de eerste twee stuntbaby's van de wereld. De eerste twee stuntbaby's van de wereld. En wat gaan zij aan stunts laten zien? Ze gaan me helpen mijn voertuig te balanceren. Ja, dat gaat heel snel. Ik ben bang dat het zo snel gaat. Ja, dat jullie niet bij kunnen houden. Nee. Dus je gaat, zie ik wederom, ook dit jaar en voor de originaliteit en voor de snelheid. Ik ga en voor de originaliteit en voor de snelheid. Dat zei ik, maar net andersom. Hoe snel wordt die tijd? Ja, ik wil eerst van die schans afkomen. Dus eerst, ik hoop niet dat ik over de kop slaat en zo. Dat hoop ik niet. Maar als ik er vanaf kom, ja, dan is het seconde 4-5. Ja, en denk jij dat je geen brieven of problemen gaat krijgen voor het feit dat je je kinderen gebruikt? Nee, het zijn stuntbaby's. Dus je denkt, ik gooi gelijk mijn hele familie er maar in? Ik gooi mijn hele familie erin. Peter, ik wens jou ongelooflijk veel succes. Maak je voorbereidingen en geef hem nog een applaus, hè. Hij is er elk jaar bij, heeft altijd wat leuks bij zich. Een man met een echte act, Peter van der Sluis uit Spijkenisse. Komt ook vaak. Zijn jullie er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Ja, hij is er wel klaar voor, maar hij komt ook vaak met van die hele kleine dingetjes. Want, nou, ik wou dus... Hey, wat doe je nou, Peter? Hij doet het zelf fout. Hij doet het echt zelf fout. Iets met zijn voeten. Valt over zichzelf, maar we kennen Peter. Hij moet en zal die bel halen. Hij is niet met de handschoen, maar met de bel getrouwd. Ja, hij wordt wel gedisqualificeerd, want zo kun je de bel niet halen. Je moet er met je voertuig komen. Ja, Bert. En hij komt terug, hè. Je kent hem. Ja, toch nog even volgens de officiële weg het voertuig afgeven. En dan maar weer gauw terug naar bed. Peter, wat? Ik heb de snelste tijd. Wat zeg je? Ik heb de snelste tijd of niet? Nou, ik weet niet of je de snelste tijd hebt. Het is een hele snelle tijd geworden, dames en heren. 13 seconden, 25 honderdste. Joho! Nou, voor een vader met lastige kinderen is dat een hele goede tijd. Maar zie je het? Hij doet die voeten naar voren. Hij struikelt over zijn eigen voeten. Wat jammer eigenlijk. Want ik had hem graag helemaal verder op de baan willen zien.